De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien, heeft de Guyanese ambassadeur Virjanand Depo ontboden naar aanleiding van uitspraken van Guyana's president Ali over geplande activiteiten in het betwiste Tigri-gebied. Ramdien sprak zijn bezorgdheid uit over deze plannen, waaronder de aanleg van een strip en de bouw van een school op Cashew-eiland, zonder toestemming van Suriname. Hij benadrukte dat afspraken tussen beide landen uit 1970 en waarschuwde dat dergelijke uitlatingen de vriendschappelijke samenwerking kunnen schaden. Suriname heeft een protestnota aan Guyana overhandigd. Het cruiseschip Explorers One uit Frans-Guyana heeft als eerste het digitale Immigration and Custom Forum ICF gebruikt bij aankomst in de Shoel-Sydney-haven, waarbij 60 passagiers en bemanningsleden sneller konden ontschepen. Dit digitale formulier vervangt het papieren systeem en verbetert efficiëntie, veiligheid en naleving van regelgeving. De officiële lancering is gepland voor 15 januari 2025, waarna het gebruik verplicht wordt. Het project is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen diverse nationale instanties en markeert een belangrijke stap in de modernisering van grensprocedures. De Nationale Antidrugsraad, NAR, werkt aan vernieuwing van het Nationaal Drugsmasterplan met input van een workshop voor stakeholders. President Santokki pleit voor een integrale aanpak gericht op preventie, hulp en samenwerking. NAR-directeur Biswa Dasumai benadrukte de impact van drugs op de samenleving en het belang van bewustwording, vooral bij jongeren. Een DMP dat eind dit jaar gereed moet zijn, wordt uitgewerkt in nationale actieplannen.